over een uur hebben. Dus. Ja. Beringen is een van de 17 pilootgemeenten die al een elektronisch rijbewijs mag uitreiken. We zijn door de federale overheid, door FOD Mobiliteit en Vervoer, uitgekozen als pilootgemeente, een van de 17 pilootgemeenten in België, voor het nieuwe rijbewijs-bankkaartmodel. En daar zijn we natuurlijk heel trots op. We zijn daar trots op omdat we nu onze inwoners meteen ook het nieuwe rijbewijs kunnen presenteren. Het voordeel van het nieuwe rijbewijs is natuurlijk het formaat. Het heeft een bankkaartformaat. Het is even groot als een bankkaart of als de elektronische identiteitskaart. Ik hoor dat er een Europees rijbewijs te krijgen is. Ook Luc was heel nieuwsgierig en kwam vandaag een exemplaar aanvragen. Ik vond dat heel prettig omdat dat klein was. Het formaat had van een bankkaart en het formaat van het elektronisch nieuwe pas. En ik dacht praktisch om op te bergen en daarom heb ik me eentje komen aanvragen. Words are violently erupting, signs are flashing, bodies talk. De bibliotheek van Beringen is nog in volle voorbereiding voor de gedichtendag van 27 januari. Voor die gelegenheid wordt er ook een speciale gedichtenbundel voorgesteld. De Draaischijf is een vereniging waar armen het woord nemen. Wij merkten dus dat onze cliënten het heel moeilijk hebben met hun gevoelens uit te drukken. En met het achtergrondidee van therapeuten schrijven, hebben wij hen dan aangezet om hun gedachten, hun gevoelens op papier te zetten. Vandaar is dan ook de gedichtenbundel gegroeid. In aanloop naar Gedichtendag zijn er heel wat activiteiten in de bibliotheek. Vanaf 17 januari start LBC Volwassenenonderwijs weer met Tweede Kans Onderwijs. Schrijf je vandaag nog in. Op lbconderwijs.be vind je meer informatie. Op 22 januari kan je in het cultureel centrum komen genieten van Vliegen tot de Hemel. Een verhaal vol heldendaden, tragiek, liefde en humor met live muziek van het Brussels Jazz Orchestra.